Zwijgt gewoon. Dat is veel beter. Hallo iedereen, mijn naam is De Crest en welkom bij een nieuwe aflevering van Far Cry 5. In deze aflevering gaan we nog een aantal missies doen in John's gebied. Nu, we zijn hier al op de kaart in John's gebied en ik zie dat wij in False End nog Mary May Fairgrave hebben voor een missie. Dus laten we eventjes snel tot daar gaan en zien wat zij voor ons heeft. Oké, hier is het waar we moeten zijn, bij Spread Eagle. In deze bar hebben wij die personage. Hier zijn we. Ah, nog een personage gevonden. Hallo. Oké, we zullen haar gewoon eens even aanspreken, hè. You got some balls rolling into town like that. Most folk take one look at Eden's Gate and turn the other way. The ones that don't get taught a hard lesson. My dad was one of the first to stand up to him. Anytime the Peggy's showed up looking for trouble, dad would hop in his big rig and chase him out of town. He loved that truck. Called it the Weduwemaker. And those fuckers stole it from him a week before he passed. Shit. You really want to piss off the cult? Get the Widowmaker back. Show the cult we're not just gonna roll over. And give the folks here something to cheer about. It's locked up under guard at a grain elevator east of here. But I think you're just the person for the job. Oké, perfect. De Weduwemaker, verhaal missie. De Weduwemaker. Eden's Gate heeft de beruchte Weduwemaker gestolen, die Mary May heeft geërfd van haar overleden vader. Als de kist terugkomt naar False End, zal het heel veel mensen blij maken. Amai, ziet dat af, jong. Voor een goede wagen is dat wel niet. Oké, dus wij moeten die richting uitgaan. Oké, dan gaan we maar reizen, hè. Dus een kilometer en een half verderop. We hebben een 4x4, dus we gaan gewoon over het land gaan, hè. Aha! Hopla. Oh. Over de rivier. Zo gaat het wel snel, natuurlijk. Haha. Ja, die wagen kan het wel aan, hè. Oké, we komen in de buurt. The cult's got the Widowmaker locked up at the grain elevator. You're sure to run into some Peggy's there, so be careful. Oké, we gaan onze wagen een beetje verderop parkeren. Oh ja, parkeren. De bomen in crashen zeker, hè? Bereik de graanlift. Betreed het pakhuis. Oké, er zitten wel wat vijanden, hè. Oh, ze hebben mij al gezien. Victoria, ik had die niet gezien. Oké, dat wordt dus er gewoon op gaan, hè. Is het dood? Allee, is het vrij? Ga maar. Pak het varken. Oké, niet dan, hè. Wow. Kom, weg. Ah,
vriendelijk, ze. Bevrijden dingen is toch niet goed. Ah, rondje. Hij is dood. Hij is ook dood, precies. Oké, wat moet ik hier nu doen? Treed het pakhuis. Ah, dat is daar. Zwijgt gewoon. Dat is veel beter. Wat kogels gebruiken ze? Versleuteld, sleutel nodig. Huh. Zie je maar ergens een sleutel liggen. Oké, dat is nog een preppervoorraad. Dat kunnen we later nog doen als we willen. Maar nu moet ik op zoek gaan naar een sleutel. Sleutel. Met deze mannen soms heen. Ah, vind de sleutel van het pakhuis gevonden. Die gast had dat dus. Ik weet wel als in brand gestoken, precies. Ja, dat is hier al aan het uitgaan, dat is goed. Oké, dan kunnen we via hier nu naar binnen, hè. Het grendelen, en... Hier staat hij, hè. Cool. Ziet dat af. Dat is een mooie paint job, hè. Merkenegel. Amerikaanser kun je niet hebben, denk ik. Voor de rest ligt hier eigenlijk niks in dat pakhuis, dus... Ja. Dat zullen we door, hè. Oh, ze is zo schoon. Oh. Ramt door de wegblokkades heen. Oh, dat gaat leuk worden. Woe. Boom. Kom maar op, jongens. Vroom, vroom, vroom. Inderdaad, ik zei het hetzelfde. Ja, natuurlijk. Kanonnen? L1. Oeh, dat meende niet. Dat is wel leuk, hè. Het is gewoon zo leuk. Hier kan ik wel veel schade mee aandoen, ze. Die preppervoorraad is hier. Dan gaan we straks daar nog een keer naar terugkomen. Maar dat plofte wel heel gemakkelijk, hè. Boom! Bam, 10-7. Dat er nog? Dacht het niet. Ah, een helikopter. Ah, daar heb ik niks voor, denk ik. Oké. Oh, dit is zo leuk. Alright. Oei. Oei, dat is minder. Dat had ik niet verwacht.
ik was er iets te veel aan het genieten natuurlijk. Natuurlijk, als die auto ontploft en ik sta er vlak naast natuurlijk, ja, dan ben ik eraan, hè. Oké, laten we dat gewoon even opnieuw doen. Deze keer misschien een beetje afstand houden en ietsje minder erop incrashen, zou ik zo zeggen. Maar het is wel leuk, dus ik heb wel goesting om dat sowieso opnieuw te doen, zo. Oké, kom maar op, jongens. Vroom, vroom. Volle bak gaas. Er wat meer op schieten, hè. Right, ze zijn eraan. Ik heb die net met haar seks aangedaan, dus dan doen we dat zo, hè. Perfect. Kom maar op, jongens. Hohoho. Oh, dit is gewoon leuk om te doen. Boom, eraan. Oei, staan wat koeien in de weg. Oh, geen probleem. En een beer. Amai. Vind je dat nu? Voor een beer reiken, dan vlieg ik ook bijna ondersteboven. Dat is bizar, hè? Boom! Ramp door de wegblokkade heen. Nog eneke. Kom maar op. Oh, een tank. Hoho, ik heb de helikopter ook mee. Dat was goed. Perfect. Breng de weduwemaker terug. Oké, dan gaan we ze terugbrengen, hè. Nick Rai. Zie hier. Oké, alle wegblokkades verslagen. Perfect. Oké, we naderen Falls End. We zijn er, hè. Hopla. Parkeer de weduwemaker. Praat met Mary May. Oké, dan gaan we even naar haar toe, hè. Hallo, dag Mary May. Holy shit, I can't believe my eyes. I gotta say, deputy, seeing my dad's truck rumbling home sure brings back memories. I'd stand out here every time he came back, just like this, waving him home. You definitely got the grit to handle her, and more importantly, you got the heart. My dad would have liked you. If you ever need to use the Widowmaker, you don't even gotta moet het zelf niet eens vragen. In the meantime, I'll keep my ear to the ground. If I hear anything that's worth your while, I'll let you know. Thanks again, deputy. Is graag gedaan, hoor. Is heel leuk om te doen. De weduwemaker, voltooid. Oké, ik heb die dus ook ontgrendeld. Dus dat wil zeggen dat ik die dus elk moment kan oproepen. Dus dat is heel, heel handig. We gaan dat eens even uittesten of dat inderdaad ook wel zo is. Ja, inderdaad is dat hierin. Laten we daar maar gewoon even mee rijden, hè. Ha! Dan staat hij hier nog gewoon ook. Hoe handig is dat wel niet? Voilà. Dat gewoon bestellen en dan heb je hem, hè. Heel handig. Kan ik die overal gebruiken? Ik ga die ook heel veel gebruiken, hè. Oké, ik ga het hier wel bij laten. We hebben de weduwemaker, ja, eigenlijk veroverd. We hebben hem teruggekregen. En we mogen hem dus nu ook overal gebruiken waar dan we willen hebben. Ik ben er heel tevreden mee dat we deze wagen nu hebben. Ik vind het eigenlijk zelf een beetje jammer dat ik hem niet eerder gevonden heb. Want ik zou hem al enorm veel gebruikt hebben hiervoorheen. Je zal mij deze vrachtwagen in de toekomst zeker en vast nog veel gaan zien gebruiken.
Maar dat is voor een volgende aflevering. Vond je deze video leuk? Niet vergeten die like-button een smash te geven. En wil je meer zien over Far Cry 5 of andere video's op dit kanaal? Niet vergeten je zeker en vast te abonneren. En ik zie jullie in een van de volgende video's. To Crest, signing off.